Fleet is gelijk aan elektrisch is de slogan vandaag. En om dit na te gaan hebben we een expert bij ons, Tom. Klopt dat? Filip, dat klopt helemaal. Ook wij als Cabese Autolease hebben de rol op ons genomen om in feite die hele transitie van fossiel rijden naar elektrisch rijden te gaan begeleiden. Zo hebben we heel de customer journey gaan bekijken en daar allemaal producten gaan rond ontwikkelen. Een van de eerste elementen is dat we merken dat de droomauto minder vanuit het hart wordt gekozen vandaag, maar meer vanuit de ratio. Vanuit een behoefteanalyse van hoe is mijn dagelijks gebruik van die wagen. Je maakt graag een vergelijking met een hond. Inderdaad, ik vind, als ik persoonlijk ook naar mezelf kijk, zonder te dramatiseren, maar elektrisch rijden vraagt denkwerk. Vroeger kon men zeggen van kijk, het is zoals gaan wandelen met een hond op het strand. De hond is los, de hond is blij en de baas is blij. Vandaag vind ik elektrisch rijden een stuk gaan wandelen met met je kabel in de hand, dus de hond aan de leiband, om te gaan zien van, oké, okay, hoe kan ik laden, waar kan ik laden, gaat die laadpas wel werken enzovoort. Toch zijn er bedrijven die nog zo wat twijfelen om volledig om te switchen. Is plug-in hybride dan het alternatief? Plug-in hybride kan een alternatief zijn. Iedereen is klaar om in feite die EV switch te maken, zeker vanuit het vergroeningsaspect als ook vanuit het financiële. Maar hé, dit wil niet zeggen dat een EV voor iedereen al de beste oplossing is. Dus plug-in hybride kan voor mij zeker nog blijven bestaan. Hoeveel procent aan EV's hebben jullie binnen de bestellingen? We merken dat sinds juli dat er 75% van onze bestellingen full elektrisch zijn. En dat er een vijftiental procent plug-in hybride worden genomen. En de resterende 10% zit dan in fossiel en hybride wagens. Hoeveel nog aan diesel? 3%. En vijf jaar geleden? 95%. Ja, ja, ja. Biedt elk segment ook een oplossing op vlak van EVs? Vandaag de dag biedt elk segment een oplossing. De constructeurs zijn aan de bovenkant begonnen, inclusief Tesla met hun model S. Maar we merken nu dat de middenklasse en de, en de kleinere wagens, de stadswagens, ook elektrisch kunnen rijden. Met een aanvaardbare rijbereik, uiteraard. Hoe zit het op vlak van laadinfrastructuur? Want er komen veel facetten bij kijken bij elektrisch rijden. Wel, vandaag bieden wij het hele gamma aan in feite. Wat wil dat zeggen? In een leasingcontract kan, kan men een laadpaal nemen en we gaan dat blijven aanbieden zolang dat er nog mensen zijn die de eerste transitie moeten maken. Daarnaast bieden wij een laadpas aan, als ook de mogelijkheid hè, om bij u op het, op het werk infrastructuurwerken te komen uitvoeren zodat men ook kan laden op het werk. Als ik in mijn persoonlijke glazen bol mag kijken, zou ik zeggen: Kijk, ik reken op de constructeurs om aan de slag te gaan met de batterijtechnologie, maar anderzijds reken ik ook op de petroleumaatschappijen, als ook op enkele nieuwkomers, om in feite hun tankstations om te bouwen naar laadstations, zodat we eigenlijk de hond aan de lijband terug gaan kunnen loslaten. Allright, dankjewel. Alsjeblieft.